Dag Femke, jij bent finaliste van Miss Axel. Wat vind je daarvan? Ha, ik vind het wel plezant eigenlijk. Het is ook heel leerrijk. Dus ja. Wat heb je vandaag gedaan? Catwalk training, wat redelijk moeilijk was, want ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik heb wel pijn in voeten nu, maar het was wel plezant. Hoe komt het eigenlijk dat je meedoet aan zo'n Mr. Kiesie? Gewoon voor de ervaring en ook voor de vriendschappen, want sinds ik meedoe aan deze misverkiezing heb ik echt wel goede vriendinnen gemaakt. Dus. Hoe valt de groep tot nu toe mee? Keigoed, we zijn echt een hechte, close meidengroep en ja, dat is echt wel keitof. Nu, voor de kijkers, wanneer is de finale juist? 17 december. Dat is niet zo lang meer. Ben je al goed voorbereid? Na vandaag al wel veel beter dan ervoor. Ik heb nog veel oefening nodig, maar dat is wel normaal, denk ik. Wie is Femke eigenlijk? Een hele toffe meid. Nee, iemand die altijd wel eerlijk wil zijn en opgewekt. Dus ik ga nooit echt zo sober willen zijn. Ik ben altijd zo kleurrijk. Wat vind je entourage ervan dat je meedoet aan een misverkiezing? Die hadden het helemaal niet van mij verwacht. Omdat ik ben ook niet zo'n persoon die wilt, in de spotlight wil staan of zo. Maar ze vinden het wel chapeau. Dus ja, het is wel goed. Oké. Ik ga je heel veel succes toewensen dan, Femke. Dankjewel. Dat ga ik nodig hebben.